Axel, volgende week donderdag gaat het beginnen. Ik ben echt gewoon 10 en 16 oktober had ik die boete. En nu kan ik eindelijk voor de rechter 13 september in Utrecht 9:30. Nou, ik heb de pers geregeld. Ik heb cameraploegen. Ik heb experts. Ik heb allemaal video's om te laten zien dat autopilot veel veiliger rijdt dan mensen met een smartphone. En ik ben er helemaal klaar voor. Ben jij er ook klaar voor? Ja, ik was ook helemaal klaar voor, Vincent. Je enthousiasme is heel groot. Alleen, je moet het nog heel even uitstellen, het enthousiasme. Want Ja, we hebben gisteren gebeld met de rechtbank. En de zitting gaat niet door voor een week donderdag. Wat? Het enige wat jij zou nog even bellen over of ze een videoscherm beschikbaar hadden. Zodat we die video's kunnen laten zien. En ik heb een aantal experts geïnterviewd. En wat is er aan de hand? Ja, nou ja, ik had gebeld en toen bleek dat er maar 10 minuten was gereserveerd voor de zitting. Terwijl we in het groepschrift ook duidelijk hebben aangegeven dat we echt een uitgebreide mondelinge behandeling willen. Hè, veel naar voren willen brengen, dat er ook pers zal zijn. Maar daar hadden ze geen rekening mee gehouden. Dus ze hadden maar 10 minuten gepland. En toen heb ik nog een brief gestuurd of dat toch niet wat langer kon. Ja, het kon wel langer. We krijgen nu een uur de tijd, maar dat kan dan pas in november. November? Ja, in november. Dan heeft het dus meer dan een jaar geduurd. Van als je een bekeuring krijgt voordat je op een gegeven moment kunt zeggen, hey, ik ben het niet mee eens. Dat is echt gewoon van dat je dat aan de rechter. Het duurt een jaar van een bekeuring naar de rechter. Ja, zo gaat dat in sommige gevallen. Het heeft inderdaad lang geduurd. Het gaat soms ook wel eens sneller. Kan het nog langer duren. Maar we zitten nu inderdaad al op meer dan een jaar dat de behandeling zal gaan zijn. En het wordt toch wel tijd om het oordeel van de rechters te gaan horen. God, nou dat zullen die journalisten wel weer hartstikke leuk vinden. Echt. Ik had ook bijna 100 mensen in de zaal die zich aangemeld hebben. Dus wat dat betreft hadden we een hele zaal vol. En die kunnen allemaal weer, maar in 10 minuten kunnen we dat niet behandelen. Echt, gewoon ons verhaal. Het is beter dat we nu ook langer de tijd krijgen dan 10 minuten. Nee, het is helemaal niet het is beter dat we 10 minuten, maar we hebben die voorbereiding hadden we al lang. We hebben het aangegeven. Meer dan dat hadden we ook niet kunnen doen. Dus er is blijkbaar iets niet helemaal doorgekomen bij de planning van de rechtbank. Of ik weet niet wat er precies misgegaan is, maar we zullen het dus nog heel even moeten uitstellen. Ja, die politieagenten die ik gevraagd heb om te komen testifyen. Want ik wil dat die politieagenten zeggen, meneer Everts reed volledig veilig. Die auto, normaal halen ze altijd mensen van de weg af die slingeren. En die krijgen een bekeuring, maar nu reed ik keurig. En dat hebben ze ook mij mondeling verteld. Hoe succesvol ben je geweest om die mannen te achterhalen? En komen ze ook presenteren? Nou, dat is dan misschien dat in november. Nog niet. Ik heb ze nog niet kunnen achterhalen. We hebben wel in Saros, ik sta natuurlijk wie dat geweest zijn. Er staat overigens niet in, zoals jij dat zegt, wat ze mondeling hebben gezegd. Hè, dat ze keurig gereden hebben. Dat staat alleen in. Nou, ik heb gezien dat hij een telefoon vast had. Dus daar hebben we vrij weinig aan. Ja, als we dat inderdaad naar voren willen brengen, zullen we er echt moeten achterkomen wie dat precies geweest zijn. En of zij bereid zijn om dat nog niet zo te zeggen. Maar hoe kom jij dan, want jij weet alleen maar de achternaam, hè? Je weet nog eens de voornaam, je hebt ook geen telefoonnummer. Hoe kunnen wij met die mensen in contact komen? Hoe kan ik dat? Ja, dat zal moeten blijken. Ik zal proberen het korps in Utrecht te bellen om te kijken of we daar iemand te pakken kunnen krijgen. En op basis van de achternaam met die mensen in contact kunnen komen. Oké, dus in ieder geval, weet je nog hoe die heet, die twee politieagenten? Nee, niet zo uit mijn hoofd. Dat heb ik in het dossier staan. Dat weet ik niet. Nou, we zetten zometeen onder dingen. We zoeken gewoon de politieagent, twee politieagenten, hele aardige mensen. En het speet ze dat ze me moesten aanhouden, want ik reed keurig. Maar ja, ik had gewoon die telefoon in de handen. En wij willen gewoon gaan aankondigen. Wij gaan zeggen dat er echt een groot verschil is tussen mensen die een smartphone vasthouden en met autopilot aan het rijden zijn, dan mensen die met een smartphone in de hand helemaal als een debiel over de weg aan het slingeren zijn en die gevaarlijk zijn. Hè? En wij hebben dus het argument, geloof ik, het is dat wij zeggen van de auto rijdt en wij houden toezicht. Hè? Ik ben gewoon de auto bestuurd en ik ben gewoon toezichthouder, net zoals met een examinator. En die mag ook gewoon, of een rijinstructeur, en die mag ook een smartphone gebruiken. Dat is ons argument, maar het is eigenlijk alleen maar voor wetgeving, omdat er nog geen wetgeving is die rekening houdt dat een auto veel intelligenter is. En uiteindelijk gaat het erom om een gevaarlijke situatie te voorkomen. Dat is de ratio van de bepaling, ja. Dat is dus waarom het vasthouden van een mobieltelefoon niet mag, omdat het anders gevaarlijke situaties zou kunnen opleveren. Ja, en dat is natuurlijk uiteindelijk waar we naartoe moeten. Maar goed, je hebt in ieder geval een mooie argumentatie verzonnen. Maar we moeten dus gewoon niet volgende week donderdag. Ik moet nu iedereen weer gaan afbellen. Jongens, sorry. Het wordt november. Ja, het wordt november. Ja, waarschijnlijk dus nog geen datum bepaald. Hè. De indicatie november is gegeven. Dus
ja, misschien nog, zal het wel iets eerder zijn, misschien iets later. Is dat dit moment nog weinig over te zeggen. Nou, het is heel grappig. Echt, ik heb bijna geen onderwerp waar ik zo vaak op aangesproken word van wanneer ga je naar de rechter toe? Hoe is de stand van zaken? Iedereen is daar gewoon hartstikke geïnteresseerd. Ja. En wat ook een heleboel aanmeldingen, wat ook een heleboel pers die ja. kwam. Nou, die mag ik dan allemaal weer gaan afmelden. Jongens, je hoeft niet te komen donderdag, gaat niet door. Ik stuur maar daarom, kijk, daarom is het ook van belang dat er inderdaad een uitgebreide mondelinge behandeling komt. Hè? Omdat er toch zoveel belangstelling voor is en dat het zo'n thema is dat leeft, ja, dat kun je natuurlijk niet in 10 minuten afdoen. Ja, gelukkig zien ze dat ook in bij de rechtbank. Alleen jammer dat dat dan niet met een verplaatsing kan. Maar, nou, ze hebben het blijkbaar heel druk daar. Dat is wel heel belangrijk. Ja, ja zo, dat blijkt. Oké, Axel, dankjewel. Graag gedaan, doei. In november.